En dan gaan we eerst even proberen hoe dat klinkt. Dan ga ik dan vertellen hoe het verder gaat. Dus neem even een toon omhoog. Je gaat het niet tegen een buurvrouw of buurman, want het moet een verrassing blijven. Je neemt intussen een toon omhoog. En als hij aanstaat, dan start je. Ik zat even zelf wat in, maar ik denk aan. Ha! En u denkt misschien. En zo strak wil ik ze horen. En ik zeg maar heel kort. En even gewoon flink wat. Je hoeft niet eens zoveel lucht te horen. Ik kan heel hard geluid krijgen met weinig lucht. Het is meer die spanning. Dat je goed denkt aan die toonhoogte. Dan krijg je hem goed. Dus ik sla aan en ik sla weer af.